Zijn nieuw Olympisch bad is het Sint-bad, het stedelijk zwembad van Sint-Niklaas aan de Parklaan. Een echte troef voor de sportieve zwemmer. Het is er heerlijk baantjes trekken en als een echte wedstrijdzwemmer kan je van op de startplaatsen in het water duiken. Wij vinden dat het zwembad veel verbeterd is. Vooral de kleedruimtes zijn veel beter. Het zwembad is ook iets breder. In het begin was er iets te veel volk, maar nu normaliseert dat dus. Ik vind het een mooie realisatie in elk geval. Het is modern, functioneel en veel beter als vroeger. Zeker weten. Want met zijn instructiebad en zijn peuterbad is het Sint-Niklaas' Sint-bad ook een echt familiezwembad. Voor watergewenning of een ontspannend spelletje in het water met de allerkleinste. Andere kinderen genieten er van een plezant zwempartijtje. Ik vind dat het hier groot is en ik vind het hier super leuk. Veel water. Ik vind het echt heel leuk. Vroeger kwamen wij hier, maar toen was dat in verbouwing en dan was dat 2 jaar. Ik vind het nu echt heel leuk. In de moderne en gezellige taverne kijk je uit op het grote bad. Een goed idee om na de sportieve inspanning even uit te blazen met het hele gezin. De eerste maanden na de heropening vond het publiek massaal de weg naar het Sint-bad. Gezien die grote belangstelling breidt de stad de openingsuren uit. Voortaan kan u ook op zondagnamiddag zwemmen in het Sint-bad. Van 2 tot 5 uur 's avonds is het bad open voor alle zwemliefhebbers. Dit project geeft de kans aan een aantal mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn aan theater, maar het nog nooit gedaan hebben, om dat dan toch eens te proberen in een. En wij maken een productie die volledig nieuw is. Dus als je geïnteresseerd bent en al jaren denkt, ik zou dat ook willen doen, dan moet je je maar aanmelden, ofwel bij de dienst cultuur, ofwel hier in de stedelijke muziekacademie, ofwel in de vrije ateliers. In de vierkante zaal en annex van de Sint-Niklaas Academie aan de Richard van Britsomstraat loopt de tentoonstelling Getekend. Getekend gaat over tekenkunst in al zijn facetten. 40 hedendaagse kunstenaars geven op eigen wijze invulling aan het begrip tekenkunst. Velen zijn niet bekend vanwege hun tekeningen, maar eerder van beelden en schilderijen. Toch spelen deze tekeningen vaak een cruciale rol in de ontwikkeling van hun oeuvre. Ze vormen soms het prille begin van nog uit te voeren werken. Soms zijn het een soort van dagboeknotities of het product van dwangmatige handelingen. We komen hier al direct bij een sleutelwerk van de tentoonstelling. Het is een werk van Kathleen Vermeer. Ze heeft dat gerealiseerd in de archeologische site van Eename. En het lijnenpatroon, dat dus met kalk is neergezet, verbeeldt het grondplan van een archeologische site in Mexico. De tentoonstelling Getekend toont de tekenkunst op allerlei vlak. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van dvd's, schetsboeken, tekeningen, muziek en dia's. Dat levert een aantal merkwaardige kunstwerken op. Nog 2 merkwaardige tekeningen zijn de tekeningen van Mark Verstopt, constructivist. Omdat hij dus niet werkt met potlood of met inkt, maar hij verschroeit het papier, dus met een groeiende naald, brengt hij lijnen in het papier, waardoor dat er een reliefwerking ontstaat. De tekeningen van de hedendaagse kunstenaars staan in confrontatie met de schetsboekjes uit de verschillende jeugdateliers van de Stedelijke Academie. De kinderen vertellen over hun tekeningen die dikwijls het product zijn van hun rijke fantasie of afgeleiden van hetgeen ze dagelijks zien op televisie of computer. Ze weerspiegelen op stille wijze hun drukke leefwereld die permanent voorbij flitst. En die kan je horen van het moment dat je die telefoon opzet. Dit is een wandelpaadje. En dat zijn wevers. En dat is allemaal nudisten. De tentoonstelling Getekend in de Academie van Sint-Niklaas loopt nog tot 4 maart. De toegang is gratis.